Want Veilig Bouwen Nederland is een vereniging van experts en leveranciers op het gebied van brandveilige bouwmaterialen en constructies. De club bestaat al sinds 1992. En we hebben onze strategie vooral gericht op het samenwerken en daardoor de boodschap van brandveilig bouwen meer naar buiten te brengen. Ik zal uiteindelijk in mijn presentatie uitkomen op het boekje Essentiële Controlepunten. Een aantal van u heeft dat al ontvangen. Het is ook down te loaden via de website van BBN. Dat boekje maken we jaarlijks samen met Brandweer Nederland en Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Het nieuwe bouwen. Dat is excellente kwaliteit. En dat excellente kwaliteit, wat is dan excellente kwaliteit? Dat is dat je voldoet aan de verwachtingen van de klant en dus levert wat de gebouweigenaar wenst en ook verwacht. En sterker nog, waar die gebouweigenaar ook verantwoordelijk voor is. Want woningwet, artikel 1a, ik heb hem gisteren nog eens even opgezocht. De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor de veiligheid van de mensen in en om zijn pand. En er staat trouwens ook, als je dat artikel sterk bekijkt, is er ook geen beperking in de tijd. Maar wat betekent dat uiteindelijk? Dat je, als je excellente kwaliteit levert, dat je aantoonbaar brandveilig gebouwd hebt. En dat denk je dan misschien als gebouweigenaar. En toch, en deze cartoon laat dat een beetje zien. Toch is het soms het geval dat de gebouweigenaar, ondanks dat hij serieus aandacht heeft gegeven aan brandveiligheid, toch aangesproken wordt, bijvoorbeeld door het Openbaar Ministerie, of in ieder geval heel sterk aan de tand gevoeld wordt. En dan denk je van, ik kan dat toch helemaal goed voor elkaar? Ja, dat dacht je. En als je dan eens kritisch gaat kijken, dan kom je soms dit soort dingen tegen. Bij de dakwandaansluiting gewoon een ruimte tussen zit. En dit is maar één voorbeeld. Er zijn veel meer voorbeelden die veel te ver voeren om allemaal hier te behandelen. Het doel van mijn presentatie nu is om iedereen weer even scherp te krijgen op waar je op moet letten. En dat het soms hele voor de hand liggende dingen zijn. Want het voldeed toch niet. En als gebouweigenaar ben je er verantwoordelijk voor. En waar het dan aan ligt, kun je gaan analyseren. Ligt het in de ontwerpfase? Ligt het in de bouwfase? Ligt het in de gebruiksfase? Wordt er te veel gerommeld met het gebouw? Onzorgvuldig mee omgegaan? Dus het nieuwe bouwen is excellent bouwen en aantoonbaar brandveilig bouwen. Want het is dan veilig voor de gebruiker. Dat is die verantwoordelijkheid voor die gebouweigenaar. Het beperkt de economische schade en het voorkomt schade voor de buren. Ik zal op die punten allemaal even ingaan. Veilig voor de gebruiker. Als je kijkt naar de laatste adviezen van de brandweer, die zegt, hang overal een rookmelder op, want je hebt maar maximaal 3 minuten om te vluchten uit je woning. Dus dat betekent dat je in die 3 minuten moet je eerst alert worden, gaan reageren. En dan ook nog je woning uit met al je vrienden en bekenden en levensgezellinnen. Dus dat is heel kort. Als je compartimenteert, dus dat je zorgt dat een ruimte daarbinnen de brand blijft. Dan heb je meer tijd om te ontvluchten. En dat geldt voor een woning. Dat geldt voor een kantoor, voor een ziekenhuis. Dus dat betekent dat aantoonbaar brandveilig bouwen in ieder geval ook is zorgen dat je voldoende compartimentering hebt en dat die compartimentering in orde is. Nou, een tweede punt is daarbij dat je wel zeker wil zijn dat het gebouw blijft staan. Is de draagconstructie voldoende beschermd tegen brand? Sommige materialen zijn wat minder sterk bij een hogere temperatuur. Andere reageren heel sterk op temperatuur. Sommige soorten beton kunnen bijvoorbeeld afspatten bij hele hoge temperatuur. Er zijn allemaal maatregelen voor om dat te voorkomen en daar iets aan te doen. Maar die moeten wel gedaan zijn en op een goede manier uitgevoerd. En daar kom ik weer op heel flauw, maar dat is wel de rode draad. Die gebouweigenaar is er verantwoordelijk voor.
En waar dan heel sterk naar gekeken wordt, is degenen die het moeten doen, die worden voor een zo laag mogelijke prijs ingekocht. Dat is de trend in de bouw de afgelopen, onder invloed van de crisis, is dat het adagium op het moment. De vraag is of die gebouweigenaar daar verstandig aan doet. Ik denk van niet. Ik denk dat je moet zorgen dat je ook als gebouweigenaar een rol hebt om te zorgen dat je gebouw goed in elkaar zit. En dan heb je alles voor elkaar. En dan op de bouw denk je, er moet toch nog een raampje in. En dan wordt... En dit is dan een cartoontje van iemand die even een brandweerdeur een plexiglas ingemaakt heeft. Maar dit soort zaken gebeuren gewoon in de praktijk. En we komen dat gewoon heel regelmatig tegen. Dus ik begon mijn presentatie met het nieuwe bouwen is excellent bouwen. En tegelijk hoor je heel sterk vanuit de praktijk allemaal situaties die gewoon erg onveilig zijn. En die wel ver staan van excellent bouwen. Maar... Met elkaar hebben we natuurlijk de ambitie om dat wel te realiseren. Daarom nadrukkelijk ook de aandacht voor deze punten. Dan hebben we nog het voorkomen van bedrijfseconomische schade. Compartimentering, daarmee kun je de schade beperken. Ik zei net al, vluchtveiligheid verbeteren. En het is van belang om tijdig te kiezen voor die brandveilige oplossing. En tijdig is ook al in de ideefase, ook al in de eerste gesprekken met je adviseur en met je architect aansturen op die brandveiligheid. En de rol ligt vooral bij die gebouweigenaar om daar een sturing aan te geven dat het brandveiliger wordt. Om je voorbeeld te geven, heel vaak als je architecten en adviseurs spreekt, dan is het... En ik zeg niet dat het allemaal zo is, maar het komt wel voor dat je zegt, we moeten net voldoen aan het bouwbesluit en dan zitten we goed. En dan is de vraag, is dat een voldoende niveau en ben je daar als gebouweigenaar bezig met de veiligheid voor de mensen in je pand? Dat is een wezenlijke vraag die iedere gebouweigenaar zich constant zou moeten stellen. Is... dat is dus dan een keuze van de gebouweigenaar uiteindelijk, maar die is daar wel verantwoordelijk voor en wordt daarop aangesproken. Dat betekent dat het best wel vaak zou kunnen voorkomen dat je zegt van we moeten meer doen aan brandveiligheid. Dus als het strikt genomen een voorziening 60 minuten zou moeten zijn, zou je om de veiligheid te waarborgen naar een hoger niveau kunnen. Je zou ook kunnen zeggen van we doen meer compartimentering. Omdat 30 of 3 minuten om te vluchten uit een woning, vind ik eigenlijk veel te weinig. Die keuze heb je als gebouweigenaar. En trouwens, heel veel mensen hier die hier zitten, die hebben gewoon ook een eigen woning. Dus je bent ook in die zin ook gebouweigenaar. Dus daar geldt hetzelfde verhaal. Dus tijdig kiezen voor die brandveilige oplossing is ook een hele belangrijke. Omdat we nog niet gewend zijn om in alle gevallen... meteen bij de ideefase te denken van mijn gebouw moet uiteindelijk aantoonbaar brandveilig zijn. Ik denk dat dat een cruciale stap is die we moeten maken als we naar excellent bouwen willen met elkaar. Dus ik zeg ook al, heel nadrukkelijk, die gebouweigenaar speelt daar een hele belangrijke rol in. Wat we net al zeiden van de... Als leverancier en heb je een belangrijke rol in de sfeer van waarschuwing en advisering van die gebouweigenaar. En mijn pleidooi is dan ook heel sterk richting, zeker richting die gebouweigenaar, maar ook richting de adviseurs, architecten en toeleveranciers. Om te zeggen, gebouweigenaar weet dat je verantwoordelijk bent voor die veiligheid en maak daar ook je keuzes in om dat voor elkaar te krijgen. Dat is wat anders dan wat deze cartoon doet. Op het laatste moment bellen als de roker er al is. Van doe mij een brandveilige oplossing. Dan de schade voor de buren. Afgelopen jaar is dat gelukkig niet gebeurd. Maar twee, drie jaar geleden is het gewoon in 1 jaar tijd gebeurd. Dat 2 keer gebeurd dat een heel rijtje huizen, 10 huizen op een rij, gewoon afbranden. En dat had te maken met de...
Ik liet hem net al zien, de dakwandaansluiting waar een ruimte boven was, waardoor de brand in één keer over 10 woningen kon gaan. Dus degene die die eerste brand veroorzaakte, heeft voor 9 buren veel schade berokkend. Dat is eigenlijk wat je daar als conclusie kunt zeggen. Dus dat betekent dat je ook richting je buren een verantwoording hebt voor brandveiligheid. Maar dat je ook je buren in de gaten moet houden dat zij jou niet in de problemen gaan brengen op het gebied van brandveiligheid. Want zometeen heb je het zelf allemaal netjes voor elkaar. En heeft de buurman, omdat zijn magazijn wat groter kon worden, een brandwand weggesloopt. En dit zijn gewoon concrete dingen die gebeuren in de praktijk. Dus dat betekent dat je ook in conclave moet met je buren om te zorgen dat die brandveiligheid op een hoger niveau komt. En ik heb hier nog wat plaatjes ervan laten zien van die branden. Waarbij echt hele rijtjes woningen zijn afgebrand. En voor industriepanden geldt hetzelfde. Er zijn wettelijke eisen voor, daar moet je natuurlijk sowieso aan voldoen. Maar de vraag is of je met in overleg met je buren niet zegt van, nou, moeten wij niet naar een hoger niveau. En op zich is dat de rol ook van de toeleveranciers en aannemers om te zorgen om die discussie aan te gaan. Leverancier, zorg dat je naar een hoger niveau van brandveiligheid gaat. En klant, beste gebouweigenaar, weet dat dit speelt. Weet dat dit voor u kan gebeuren. Daarmee gaat de discussie ook wat minder over alleen maar brandveiligheid. Of over de SEC, de prijs van een bepaald product. Maar over wat bied je richting die eindklant. In ieder geval het nieuwe bouwen. De eerste stap die we met elkaar zullen moeten maken is dat er, en dat probeer ik met deze presentatie ook te doen, dat er meer bewustwording is voor het belang van brandveilig bouwen en aantoonbaar brandveilig bouwen. En aantoonbaar brandveilig bouwen wil zeggen dat je producten getest zijn volgens bij een geaccrediteerde instelling voor een brandover. Dat is een belangrijk. En daar zijn testrapporten van en daar kun je naar vragen, ook als aannemer en ook als zelfs gebouweigenaren kunnen daarom vragen. Maar refereer daaraan en in wezen kun je zeggen, wil je je gebouw bouwen op drijfzand of wil je het op een stevig fundament hebben? En zorg, en mijn pleidooi is, zorg voor een heel stevig fundament en dat is mogelijk. Een eerste stap is die essentiële controlepunten. Ik heb hem hier ook al uitgedeeld. Hij is ook te downloaden nogmaals van de website. Daar staan dingen in om die bewustwording te krijgen. De opmerking die ik altijd terugkrijg is van, ja, maar brandveilig bouwen, dat is hartstikke ingewikkeld. Er komt zoveel bij kijken. Niemand kan daar alles in weten. Wij hebben als in de vereniging ook volop, niet iedereen weet alle details van alle producten. We hebben het bij elkaar gebracht. In een handzaam formaat, om vragen te kunnen stellen aan je toeleverancier. En daar zit een checklist in, daar kun je gewoon vragen over stellen. Dus het nieuwe bouwen is, de gebouweigenaar krijgt wat hij wil. Een aantoonbaar brandveilig gebouw. En ik wil met jullie samen daar volop mee aan het werk gaan. En daarom ook het boekje essentiële controlepunten hierbij aan iedereen aanbieden. Dank jullie wel.